Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Het is me gelukt om weer een boodschappenmoment bij de Jumbo te bemachtigen. Dus alle boodschappen zijn vandaag van de Jumbo. Wat op zich heel goed was, want ik zit op dit moment in isolatie/quarantaine en ik mag dus niet de winkel in. Dus ik was heel blij dat ik een moment had gesnatcht en daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik ben zelf zo slim geweest om alvast een moment voor de volgende week te reserveren, omdat ik dan weer anders tegen hetzelfde probleem aanloop. Dat ik te laat ben en dat er geen momenten meer zijn. Aangezien iedereen nu bezorgmomenten van die helemaal heeft ontdekt hier zo. Anywho, ik heb een heleboel eten. Het was €143,80. Wat best wel veel is natuurlijk. Ik probeer alles rond de €100, €120 te blijven. Maar ik was een beetje losgegaan op healthy style food. Ik zit namelijk nu dus in isolatie. Of eigenlijk quarantaine, want mijn partner heeft het ook. Dus we hoeven geen afstand te houden van elkaar. En ik kwam erachter dat ik me niet zo heel erg goed voelde. Ik was er zieker van dan ik had bedacht. Ondanks dat ik al een keer corona had gehad en alle drie de vaccinaties heb. Dus het was voor mij een teken aan de wand dat ik echt wel even wat gezonder moet gaan doen. En ben ook bezig geweest met mijn food tracken en met een beetje sporten hier en daar. Ik was echt wel super ziek, dus het was echt helemaal low, steady state, cardio's en dat soort dingen. Maar wel hier en daar wat gedaan. Maar ik heb dus ook de tijd genomen om lekkere receptjes en gezonde receptjes te vinden. Ik heb wat oude kookboeken erbij gepakt, dus dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. En ik heb zelfs mijn lunch en mijn snacks een beetje verder uitgepland. Dus dan heb je gewoon iets meer verse ingrediënten voor nodig. Dus ik hoop niet dat het iedere week zo rond 140 blijft, maar we gaan het zien. Het was nu voor nu in ieder geval best wel wat. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En niet te vergeten te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat voor €140 nog wat. Mijn aardappel ook best wel vol ligt. Dus ik ben niet helemaal ontevreden. Het is ook heel veel groente als je het zo kan zien. Dat heb je als je op een health kick bent. We eten een keertje andijvie-stampel. Dit is een receptje van de Albert Heijn. Best wel veel receptjes van de Albert Heijn, want dat is super nice. Bij de Albert Heijn staat namelijk onder het receptje hoeveel macro's er dan in zitten. Dan hoef ik het niet meer zelf uit te rekenen en dan kan ik het makkelijk van tevoren inplannen. En dat is gewoon een klein hulpmiddel voor mij om het leuker te maken om alles in te plannen. Dus daarvoor heb je zoete aardappels nodig, mozzarella, andijvie, haalbare magere melk, klein beetje. Maar ik heb een grote pak gekocht, dat kunnen we ook met de shakes gebruiken. En ik geloof dat daar een ei bij hoort, of eieren. Dus dat is helemaal goed. We eten ook een keertje roerbakpasta. Daar hadden we dan deze voor nodig. Maar in plaats van dat je het aan gaat vullen met pasta, doe je er ook broccolirijst bij. En extra kipstukjes en tomaat en prei. Dat hebben we aangeschaft. Ik heb ook een keertje parelcouscous. Daar hadden we ook broccolirijst voor nodig. Ik heb overwogen om dan de diepvries, ik denk van Bondiwel, dat het broccolirijst is. Maar dit was nog goedkoper. Want het was in de aanbieding volgens mij. Daarom was het goedkoper. Het was in ieder geval een verstandige optie om dit te doen. Er horen dus ook nog rivierkreeftjes bij. Witte wijnazijn had ik niet meer. En Thousand Islands salad dressing. Nooit van gehoord. Maar we gaan het proberen. En een komkommertje. En parelcouscous heb ik nog. Dus dat komt helemaal goed. We eten ook een keertje biefstuk met overgroenten. Dat is voor morgen. Dan zijn we maar met z'n tweeën. Dus dan kunnen we iets makkelijks eten. Dan hebben we allebei anderhalf biefstuk. En dan gaan we voor de rest geen aardappels of zo bij doen. Want ik neem mijn partner gewoon mee in hashtag healthy lifestyle. Dus sad voor hem. Voor mijn kinderen wil ik eigenlijk dat nog niet doen. Maar omdat we maar z'n tweeën zijn, kunnen we dat dan wel zo regelen. En ik eet een keertje snijbonenstampot met een varkensfilet lapje. Ik ben niet zo heel erg van het varkensvlees. Ik reageerde vaak niet zo heel goed op in mijn hoofd. Ik krijg een beetje migraineachtig. Maar die à la minute, dat gaat vaak dan nog wel. En dus maar een klein beetje. En ik wil ook geen, ik wil het ook niet uitsluiten. Want dan ben ik bang dat ik er straks helemaal niet meer tegen kan. Maar goed, filetlapjes, snijbonen. Ik ben makkelijk geweest. Ik heb alvast de stamppot aardappelen kant en klaar gekocht. Want dit gaan we een keertje eten als ik terugkom van mijn werk. Want ik mag woensdag weer beginnen met werken. Dus dan kunnen we makkelijk dit zo eten met twee tomaatjes. Ook handig. Dan komen we bij het lunchgedeelte. Dit lukt zo much. Ik had een vegan receptje gevonden. Ik heb de vegan kookboek. Ik heb toen ik net bevallen was van Brooke, was ik helemaal veganistisch. En er staan best wel lekkere receptjes in. Dus die heb ik een paar ervan geprobeerd. Om in te plannen voor nu.
En het is dus gegrilde tofu op een broodje. Er zit een alfalfa bij en sla en augurk. En daar maak je een soort van dadel aubergine chutney bij. Een soort van jammetje, zeg maar. Met aubergines en dadels en venkelzaad. En, nou, het is helemaal super. Dit ga ik dan in zo'n wekpotje doen. En dit kan je dan iedere keer zo pakken. Ga ik ook alvast snijden. Dus dan is dat helemaal klaar. Ook voor mijn partner voor tussen de middag. Ik kan het meenemen naar mijn werk in bakjes. Dus dat is helemaal leuk. Dit is een beetje een vitamine C drive waar ik naar op zoek was. Er stond in datzelfde vegan boek. Ik zal hem onderin linken, want het is op zich een heel handig boek. Het is wel in het Engels. Maar hij is echt super vol met receptjes en gewoon basisrecepten. Dus het is echt handig als je wat minder dierlijk wil eten. Maar er stond dus ook een alkaline. Soort, je hebt alkaline water dat helpt met je lichaam in balans te brengen. Zeg maar ook qua hormonen en zo. En er stond ook een soort van drankje bij met wortels en bieten. En ja, pomgranaat of sinaasappels kon je gebruiken. En dit heb ik ook wel eens vaker gedaan in zo'n grote wekpotfles van de IKEA, zeg maar, bewaar je dat dan. Is ongeveer maar één dag houdbaar, dus ik ga ook een paar gedeeltes daarvan invriezen. Maar dat doe je dan dus allemaal door de sapcentrifuge. En dat is echt zeker de moeite waard om dat even te gaan doen. Dus gaan we kijken hoe ver we daarmee komen deze week. Of ik dat ook echt ga doen als ik weer terug aan het werk ga, I don't know. Ik heb wel ook gewoon weer Cola Light zonder cafeïne. Kaas voor de brick. Die eet natuurlijk zo min mogelijk lactose, dus dan hebben we die. Moet ik zeggen dat ze van de week de gewone kaas op had. En dat ging op zich ook wel, maar ze vindt persoonlijk deze ook lekkerder. We hebben ook smeerkaas en dat gaat hard. 2 keer boterhamworst en 2 keer grillworst. Voor wat afwisseling op de boterhammetjes. Ik heb blijkbaar per ongeluk 2 keer kaas besteld. Gelukkig is dat lang houdbaar. Kunnen we even vooruit. Ik heb extra komkommer en sla besteld. En spinazie. Ik weet niet waarom ik spinazie heb. Oh, ik weet het wel. Want ik zou eerst een ander receptje doen. Dat heb ik blijkbaar wel al erin gezet. In mijn boodschappen. Dan zie ik gebelde tomaten staan. Komt vast wel op. Of we eten het als sla. Of ik ga het misschien bij een smoothie pureren of zo. Of nou ja, misschien bij een eitje tussen de middag. We'll figure it out. En dit blijft voorlopig nog wel even goed. Ik heb als snackjes kan ik courgette chips maken. Ik kan ook wortels met hummus doen. Is ook lekker. Ik heb trouwens nog paprika's en een komkommertje kan er ook bij de hummus. Super lekker. Ik heb nog mini cherry tomaatjes, ook gewoon als tussendoortje. De mosterd was op. We hebben crystal clear. Ik heb rode druiven, witte druiven, een heleboel mandarijnen, eierkoeken, bananen en boterhamzakjes. Want die waren ook op. Dus het is er een hele boel. Zoals ik het al uitlegde, er zijn een aantal receptjes die ik gedurende de week ga opeten. Zoals die tofu en de chutney. Dus ga ik straks gewoon op mijn gemakje voorbereiden. Dat het gewoon allemaal klaar staat. Dat ik het heel makkelijk en snel kan pakken. En dan hoop ik dat het mij motiveert. Om het ook toen ik zie uit mijn ooghoeken dat ik iets vergeten ben te laten zien. Ik heb namelijk ook Snacky Jacks gekocht. En wel de smooth caramel en eentje van de Dreamy Chocolate. Want ik mag natuurlijk officieel geen chocola. Hoewel eentje waarschijnlijk of twee wel zal gaan. Maar deze zijn natuurlijk ook gewoon B-score qua Nutri-score. Dus nou, dat is best wel goed eigenlijk als tussendoortje. En ook lijnzaadolie hadden we ook ergens voor nodig. Onderin de omschrijving de recepten neerzetten die ik ga gebruiken met de linkjes. Veel is van de Albert Heijn. Ik zal ook het boek linken wat ik gebruik voor de veganistische recepten. Ik geloof niet dat die online staan. Ik kan even kijken. Maar ik denk het niet, omdat het echt een boek is. En dat was het dan wel voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg! I just close my eyes and dream.